Ja, meneer de minister, tanken kost ondertussen meer dan 2 euro per liter. Daar is van slechts minder dan 1 euro voor diesel en benzine zelf. Meer dan 1 euro die verdwijnt vandaag in de staatskas. En in oktober, meneer de minister, hebt u hier op een vraag van het Vlaams Belang beloofd om het omgekeerd kliket in te voeren. Maar wat is er van dat voorstel ondertussen geworden? Helemaal niks. Hetzelfde trouwens voor de gasfactuur. Die gasprijzen die bereiken vandaag recordniveaus. Na een wetsvoorstel van het Vlaams Belang hebt u in januari in de VTM-studio's beloofd aan alle Vlamingen dat u de BTW op gas zou verlagen. En wat is er van dat voorstel gekomen? Ook opnieuw helemaal niets. En mijn vraag is heel duidelijk. Waar wachten jullie nog op? Minister Van der Straeten en ook de premier die willen alles op één hoop gooien. Verschillende dossiers koppelen. Denk maar aan de kerncentrales, het sociaal tarief, de energietransitie samen met de energiefactuur en de prijs aan de pomp. Maar op deze manier zal het natuurlijk nog vele dagen, kostbare dagen en weken duren. En dat is natuurlijk bijzonder cynisch voor de mensen die hun facturen ontvangen en afrekenen aan de pomp. Het perverse is vandaag dat hoe langer deze regering wacht, hoe groter de inkomsten zijn. Want er is één winnaar vandaag en dat is de staatskas. Als diesel, benzine, gas en stookolie vandaag stijgen, ja, dan stijgt natuurlijk ook de inkomst voor de staatskas. En dat is onhoudbaar, meneer de minister. Voor veel mensen zijn de facturen vandaag compleet onbetaalbaar geworden. Het is nu tijd om in te grijpen. Beste ministers, ik vraag mij eerlijk gezegd af in welke wereld jullie leven. Bij jullie regering ontbreekt elke vorm van hoogdringendheid. De prijzen bereiken vandaag waanzinnige niveaus. Een tankbeurt kost 30 à 40 euro meer. Een gas- en stookoliefactuur die stijgt met vele duizenden euro's. Als de afrekening komt of de voorschotten worden herberekend, zal dit bij elk gezin zijn sporen nalaten. Niet alleen meer bij kwetsbare mensen, maar ook bij alleenstaanden. Bij hardwerkende tweeverdieners zullen in de problemen komen. En de voorstellen, meneer de minister, die liggen inderdaad op tafel. Er is een ruime meerderheid daarvoor in dit parlement, maar uw paarsgroene regering die slaagt er niet meer in om snel te beslissen. Stop dus zoals nu met wegkijken. Stop ermee om de staatskas te vullen met de inkomsten op kap van mensen die hun facturen niet kunnen betalen. En in crisistijden moeten knopen worden doorgehakt, niet binnen een maand, niet binnen een week, niet morgen, maar nu onmiddellijk.